Leuk dat jullie kijken naar deze video van het Negenpleinen Festijn op Mr. Team Park Fans. Vandaag start ik als eerst met het Herotenplein. Kijken naar Klaas Vaak. Yay! Hallo! Hallo! Willen jullie allemaal het podium een beetje vrijmaken? Dan kan ik mijn benen bewegen, anders raak ik jullie. Ja, wacht even de paal. Ik moet de paal halen. Oh, kijk nou. Kijk nou eens wat ik meegenomen heb. Weet je wat dit betekent? Als ik dit bij me heb, dan heb ik een hele bijzondere gast meegenomen. Ja, echt waar. Jullie weten dat ik vlieg over de hele wereld. Ja, weten jullie dat? Ja. En hoe vlieg ik dan? Op een uil! En hoe heet mijn uil? Ja, oehoe, houdoe! Ja, dat ben je. Oehoe! Kom maar! Jou. Ja. Oh, Klaas Vaak! Klaas Vaak, ja! Ik had een hele aankondiging gedaan! Ja, want ja, maar ze zien jou niet zo vaak. Ja. Hallo! Ja. Kijk eens, ik heb de stok even voor je neergezet. Kun je even uitrusten, hè? Zo, even kijken. Zo, even kijken. Ja. Leuk, hè? Echt gezellig! Moet je zo kijken, Klaas Vaak, ja, kijk al die nou mensen. Kijk eens, ze zijn er allemaal. Ja. En ze willen ook allemaal even gedag zeggen. Zeg maar even allemaal, hallo oehoe. Hallo oehoe. Ja. Ach kijk, Klaas Vaak, wat leuk. Ja, wat gezellig. Zo, oh ja, ja, en dat kat een krukje bij me. En dan kom ik er even gezellig bij. Oh, wat gezellig dat jullie er allemaal zijn. Ja, hè? Oh. Ik ook hoor, Klaas Vaak. En zoveel mensen en ook je kinderen hier. Ja, ik vind het zo gezellig. Vinden jullie het ook gezellig? Ja, ik ook. En hoe was het in de Efteling vandaag? Leuk, oh, wat leuk. Dat vind ik leuk. En gaan jullie al naar Bikje toe? Nee? Nee, Klaas Vaak, ik denk het niet hoor. Want ze zijn nog allemaal veel te wakker. Ja, maar wordt het een heel latertje vanavond? Ik denk het wel. Wordt het een latertje vanavond? Ja. Oh. Wat wil jij zeggen, lieve jongen? Een verhaaltje doen en spelletjes. Nou, hartstikke leuk. Heel leuk. Ja. Ja, ja. Als ik jullie zo zie, hè, weet je waar ik dan aan moet denken? Als je 's ochtends, als de dag begint, liggen er overal van die heerlijke, mooie, kleine dauwdruppeltjes. Daar moet ik aan denken als ik naar jullie kijk. En dan zeg ik, goedemorgen dauwdruppeltjes. En dan zeggen de dauwdruppeltjes allemaal, goedemorgen Klaas Vaak. Ja, precies. Ja, toch? Zoete, ik vergeet jou helemaal voor te stellen. Ik was helemaal met oehoe bezig. Ach, hebben jullie al gezien wie er nog meer is? Zoete, de zandkabouter. Dat ben ik. Ja, 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 ja. Er zijn wel heel veel zandkabouters. Ja. En alle zandkabouters, die heten met een z. Z. En met ik een heet Zoete, Zoete de zandkabouter. Ja, Zoete. Maar waarom heet jij eigenlijk Zoete dan? Nou Klaas Vaak, omdat ik de allerbeste koekjesbakker ben van heel Bosrijk en van de hele Efteling. Zandgebakjes, zandkoekjes, zandkeekjes, ik bak het allemaal. Zoete koekjesbakker. Ja, dat ben jij, hè? Ze noemen mij ook wel eens de koekenbakker. Oh ja? Ja. Nou, dan weten jullie dat ook. En lieve dauwdruppeltjes. Lieve duizend schoon van mij. Vergeet me nietjes. Wat leuk dat we er allemaal zijn. En jullie zijn allemaal gekomen omdat... Omdat de Efteling open is. Dat vind ik een hele goeie. Ja. En waarom ben jij er vandaag? Ja, dat is even schrikken. Ja, ik stel er even een vraag. Ja. Nou, ik weet wel waarom u er bent, Klaas Vaak. Je weet wel waarom ik er ben? Ja, natuurlijk. Oh? Ja, tenminste, ik hoop dat dat vandaag ook het geval is. Kijk, die mevrouw begint al een beetje te gapen, dat is heel goed.
Ja, oh, want ja, u gaat toch zo meteen ook voor ons wel een verhaal vertellen? Ja, zoals jij dat altijd noemt, een slaapverwekkend verhaal. Een slaapverwekkend verhaal, ja, daar bent u heel goed in klaar. Ja. Hey, jij gaat ook spelletjes doen. Dat is ook leuk. Maar, ja, dan is het zeker nu wel tijd voor een verhaal. Nu al? Ja? Is het nu al tijd voor een verhaal? Ja. Ja. Ik vind het wel leuk, Klaas Vaak, oh, dat vind ik een verhaal. Gezellig. Nou, dan ga ik eens even nadenken. Dan ga ik eens even nadenken over welk verhaal ik aan jullie kan vertellen. Joris en de draak. Dat is een spannend verhaal. Dat is wel een heel spannend verhaal. Ja, dat is een spannend verhaal. Ik heb een ander verhaaltje. Oh ja? En het leuke van mijn verhaal is, die loopt altijd goed af. Ja, dat duurt eventjes, maar het loopt altijd goed af. En het fijne ervan is, dan kunnen jullie lekker ervan dromen. Van zo'n mooi verhaal. Ja. En daarna moeten we ook nog spelletjes doen, ja? Ja, jij hebt heel veel spelletjes in gedachten om te gaan doen. Ja. Ik hou ook van spelletjes. En liedjes. En dansen vind ik ook leuk. Ja, dat is ook leuk. Weet je wie heel leuk dansen? Dat zijn Zwier en Zotte. Ja, dat die twee Zotte. Dat zijn twee allerbeste danskabouters. Danskabouters. Ja, zanddanskabouters. Mag ik? En dan ga ik nu vertellen aan jullie een prachtig verhaal over een kat. Een kat, dat zijn mijn lievelingsdieren. Ja, echt waar? Ja. Oh, dan tref je het. Want ik ga het inderdaad het verhaal vertellen van de gelaarste kat. We hebben het ook gezien op mijn film. Heb je die ook gezien? Heel goed. Luister. Er was eens een arme molenaar. Met een molen natuurlijk. En drie zonen. En op een dag stierf de molenaar en alles wat hij had, liet hij achter, gaf hij aan zijn drie zonen. De oudste zoon kreeg de molen. En de tweede zoon, die kreeg de ezel. En de derde zoon, Bas, die kreeg de kat. Ja, die kreeg de kat. De oudste twee gingen meteen aan het werk met de molen en de ezel. En Bas gaf de kat alle liefde die hij had. Dat is wel lief. Ja, heel lief. En hij zorgde zo goed voor hem. Dan nam hij hem op schoot en hij aaide hem. En dan keek de kat hem aan. En dan zei de kat, miauw. En dan dacht Bas, wat zou je nou toch bedoelen? Hè? Dan zegt hij, miauw, maar wat bedoelt hij dan? Misschien bedoelt hij dan wel, dag meneer en dag mevrouw, dat is miauw, 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 miauw. Het regent weer, of wat een kou. Dat is miauw, 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 miauw. Bijgedonder in de glazen, kan ik beter even blazen. En wil ik zeggen, fijn hier binnen. Kan ik beter even spinnen? Want bij ieder woord trekt me verder in het touw. Dus ik hou het op. Miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw, miauw. Ja. Miauw, miauw, miauw. Hij zorgde zo goed voor zijn kat, dat de kat bij hem op schoot sprong weer en hem aankeek en opeens zei hij, hè? Dankjewel, meester. De Klaas Vaak, kan de kat praten? En hij zei, maar kan, ja, hij kan praten. Ja, hij kon echt praten. Hij keek hem recht in zijn ogen. En weet je wat hij zei, Hij zei, beste Bas, omdat je al die jaren zo goed voor mij gezorgd hebt, ga ik nu iets voor jou terug doen. Als je mij mooie kleren geeft, dan maak ik jou een rijk man. Nou, dat wilde de Bas wel. Dus de Bas gaf van het laatste beetje geld dat hij had, gaf hij de kat mooie dingen. En de kat mocht het uitzoeken. En weet je wat de kat uitzocht? Weet je waar hij voor koos? Voor een prachtige hoed. Met een enorme veer. Ja. En een mooie mantel. Die stond heel stoer. En twee prachtige
Luister. Oh, hij zag er zo mooi uit. En zo paradeerde de pratende kat rond als de... De gelaarsde kat. Precies, de gelaarsde kat. Ja. Oh, zo is het. En hij zag er zo indrukwekkend uit. Hij was ook zo stoer, zo slim. Weet je wat hij deed? Hij liep meteen naar de koning. En terwijl hij naar de koning ging, stapte hij binnen in het kasteel van de koning. En de koning wilde net een hap nemen van zijn heerlijke maaltijd. Zandgebak. Ja, dat zou wat zijn, zeg. Zandgebak. Nou, deze koning hield heel erg van gevogelte en van patrijzen. En hij wilde net een hap nemen. En toen kwam de geluisterde kat binnen en die vertelde hem over de markies van Carabas. Van wie? De markies van Carabas. Oh. Nee, ja, dat is zo slim van die kat. Dat is de naam die kat bedacht had voor zijn meester Bas. Want wie denken jullie dat die markies van Carabas is? De markies van Carabas. Oh, dat is Bas toch? Bas, dat is Bas. Ja, de molenaarszoon. Oh, zo slim van die kat. Dus, terwijl hij een hap wilde nemen, vertelde hij over de markies van Carabas en de kat zag... Zag dat de koning van heel lekker eten had. En heel veel lekker eten. Dus wat deed de kat? Die zorgde elke dag weer voor een prachtige fazant. En zei dan, voor u majesteit van de markies van Carabas. Nou, en dan bracht hij hem een patrijs. En dan zei hij weer, voor u sire van de markies van Carabas. En dat ging weken zo door. Ik hou toch iets meer van zandgebak op, Klaas Maar. Ja, nou, vooral die van zoete, die zijn heel erg lekker hoor. Ja. Maar deze koning, misschien moeten we het een keertje meenemen voor de koning. Afijn, waar was ik ook alweer? Oh ja, luister. De koning kende iedereen van adel. Maar van de markies van Carabas had hij nog nooit gehoord. Maar... Die markies moet wel een hele bijzondere man zijn als hij elke dag prachtig eten brengt en nieuw gevogelte. Ja, hij vond hem heel interessant en hij keek ook naar zijn prinses, zijn dochter, en dacht, ja, hij kreeg een plannetje. Enfin, terwijl hij hem een hazenrug brengt, komt de kat dus binnen en hoort dat de koning zo aanstonds met de koets door het land gaat. En hij dacht, dit is mijn moment. Dit is het. Nu kan ik het doen. Hij rende naar zijn meester Bas en zei, Bas, mijn meester, ik ga u nu een rijk man maken. En Bas keek hem aan en zei, maar hoe ga je dat dan doen? Nou, zei hij, kom er gauw mee. En hij nam Bas mee naar de rivier waar de koets van de koning langs zou komen. En wat denk je? Hij zei tegen Bas, en hier moet je je helemaal uitkleden. Nou ja zeg, nou ja Klaas, Bak, dat is toch raar. Oh, ja, dus die, hij moest helemaal in zijn blote billen. Ja, in zijn blote billen daar in het rivier. En hoe kun je dan een rijk man worden? Ja, nou, weet je, dat is zo, dat moet letten. Dus de koets komt eraan, hij duwt Bas het water in. En zodra de koets dichtbij was, begon hij te roepen, help, help, help. De markies van Carabas ligt in het water. De koning herkende de gelaarste kat en hield halt. En zei, wat is hier aan de hand? Och, de markies van Carabas ging zwemmen, zei de kat. En nu hebben dieven al zijn kleren gestolen. Aha, zei de koning. Hij beval dat de markies uit het water gehaald kon worden en dat hij prachtige nieuwe droge kleren kreeg. En met die mooie droge kleren mocht hij in de koets plaatsnemen naast de prinses. En de prinses keek de markies van Carabas van top tot teen aan. En de markies van Carabas keek terug. En ik geloof dat daar iets gebeurde, maar ik weet het niet zeker. En toen gingen ze weer hup, met de koets. Intussen was de kat vooruitgerend. Want verderop waren boeren aan het werk op het land. En de natuurlijk zei de kat, mijn beste boeren, willen jullie mij helpen? Dat als de koning voorbij komt en hij vraagt, van wie is dit land? Dat jullie dan allemaal zeggen,
van de Mukjes van Karabas. Maar Klaas Vaak, dan ben ik iets leuks. Je kunt toch doen alsof u de koning bent? En dan ben ik de zandkabouter en oehoe. En alle kinderen die spelen dan alsof we het volk zijn. Ja, ben ik de koning? En dan komt u langs als de koning en dan vraagt u van wie is dit land? En dan zeggen wij allemaal van de markies van Karabas. Oh, dan gaan we een keertje doen. Ja, gaan we dat oefenen? Dan kom ik met mijn koets aan, ik doe mijn arm even uit het raam. Hè? Zo, dan kom ik zo aan. Zo. Goed, hè? En dan uit het raam zeg ik, hallo allemaal boeren, van wie is dit land? Van de markies van Karabas. Ja, zo ja. Ik kon dat niet horen. Van wie? Van de markies van Karabas. Precies, Karabas. Heel goed. En zo ging het ook echt. Je had het moeten zien. Dus de koning kwam daar langs. Intussen wist de kat, we missen nog één dingetje. Er was nog één dingetje wat de markies nodig had en dat was een kasteel. Een echt kasteel om de koning te overtuigen dat hij te maken had met een heuse markies. Tja, en welk kasteel stond hier in de buurt? Wisten jullie, weten jullie dat van wie de... Van de grote boze tovenaar. Ja, en die was daar in de buurt. Dus weet je wat de kat deed? De kat ging er naartoe, klopte op de deur ging open en daar stond... De grote boze tovenaar die zei, wat is er? En de kat zei, ach, prachtige boze grote tovenaar. Ik heb gehoord dat u zichzelf kunt omtoveren tot een groot eng beest. Inderdaad, kan ik dat. Ja. Misschien kunnen we dat, kunnen jullie dat ook? Je omtoveren tot een groot eng beest? Ja, tot een leeuw bijvoorbeeld. Kunnen jullie een leeuw? Dat? Wat doet een leeuw? Dat is wel moeilijk hoor, een leeuw Klaas Vaak. Nee, maar doe eens even een leeuw, hè? Doe eens leeuw. Die brullen zo. Die Precies, precies. Nee, het is doe maar alsof, hè. Ja, ze doen het goed na, hè. Doe maar een beetje, jongens, te gaan. Maar ik moet je zeggen, die grote boze tovenaar, die deed de leeuw zo goed na, dat de kat zei, zo, boze tovenaar, dat ziet er indrukwekkend uit. Poepoe, nou. Ja, dat is zeker heel moeilijk, hè, zo'n groot beest. Je omtoveren in zo'n groot beest. Maar zou je zich ook kunnen omtoveren in een heel klein beestje? Jazeker, zei de tovenaar. En toen zei de kat, zo slim als hij was, kunt u zich omtoveren tot een klein muisje? En de tovenaar lachte. En deed een knip en daar was hij. Een hele kleine muis. En die tilde de gelaarste kat aan de staart op. En wat denk je dat die gelaarste kat deed met die muis? Ja, hij at hem op met huid en haar. Ja. En zo werd de tovenaar verorgerd. En verslagen. Ja, maar toen moest de kat nog heel veel doen. Want de koning met zijn koets zou er zo aankomen. Dus hij begon het hele kasteel schoon te maken. En op het moment dat hij de gordijnen opendeed, kwam daar in de verte de koets van de koning met de prinses en de markies van Karabas. En wat denk je dat er gebeurt? De koning stapt uit zijn koets en die kijkt naar dat kasteel en die is echt onder de indruk. Wow! En de markies stapte uit de koets, stak zijn hand uit en daar kwam de prinses. Die accepteerde zijn hand en stapte uit de koets en samen liepen ze het kasteel binnen. Ja, en toen zei de koning, mijn beste markies, u bent waarlijk een galant man. En ik zie u hebt veel land en een prachtig kasteel. Het zou een eer voor mij zijn wanneer u met mijn dochter zou trouwen. Maar Klaas Vaak, wilde de prinses dan wel met hem trouwen? Ja, wat denk je? Wilde die dat wel? Ja, wat denk je? Moet je luisteren. Ze zou zelfs met hem willen trouwen, al was het een zoon van een molenaar. Ja, dat was niet op eerste gezicht. En zo liep het allemaal goed af en kreeg de kat in dat kasteel allemaal krabpalen en hoefde hij geen muizen meer te vangen. Al deed hij dat soms wel, maar dan voor zijn eigen plezier. En zij leefde nog. Lang en gelukkig. Oh, Klaas Vaak.
Wat een mooi verhaal. Ja, nou, dat liep goed af, hè? Ja, ja, goed ja, af. Ja, 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 ja. Slimme kat. Een slimme kat. Oh. En dan denk ik dat we nu eventjes met z'n allen even een fotomomentje gaan doen. Oh, leuk, Klaas. Waar komen we dan met z'n allen op de foto? Dat is een goed idee. Dan ga ik even naar voren. Ja, ja. En zijn er kinderen die op de foto willen met de papa's en mama's? Nou, luister. Als de kinderen op de foto willen hier komen staan. Aan deze kant verzamelen, hier. Zo. Ja, ga even aan die kant. Zo, aan die kant. Wat is dat? Oh, maar je geeft het wel af. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Meisjes en jongens, hoog in het publiek. Komt het zien, komt het zien. Over enkele ogenblikken gaat onze circusvoorstelling beginnen. Hier op het plein van het Witte Paard. In onze fantastische circus tent. Ladies and gentlemen, boys and girls. In a few moments, our circus show is going to start. Dames en heren, meisjes en jongens, hoog in het publiek. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, messieurs, mesdames, mes enfants, mijn dames en heren, lieve kinderen, welkom bij de White Horse Circus! Wij brengen u vanavond een bijzonder programma met bijzondere artiesten. De artiesten zijn opgewarmd en staan klaar achter het doek. De voorstelling kan gaan beginnen. We beginnen onze voorstelling met de White Horse Cowboy. U hoort hem al aankomen op zijn paard. Met mij genieten van deze fantastische handstand-act. Onze White Horse Cowboy, Nick! Dankjewel, Nick. Onze volgende artiesten zijn heel erg lenig en een wonder van moeder natuur. Ze zijn geboren als Siamese tweeling en opgegroeid als elkaars spiegelbeeld. Ze lijken sprekend op elkaar en ik kan ze nog steeds niet uit elkaar houden. Gaat u met mij genieten van de Wonderful Twins. Thank you.
Wonderful Twins, Zara en Zenna. Onze volgende artieste klimt hoog in de masten van het White Horse Circus. Zij is Nederlands kampioen aan de pool en treedt vanavond hier voor u op. Geniet u van de pool-act. En hij leest zelfs de krant op zijn fiets. En dat terwijl hij de hele wereld rondfietst. Gaat u met mij genieten van de Lord of the Bikes.
Dankjewel, Tess. Zo, jongens en meisjes, ik vraag nog één keer om niet met jullie handen op het podium te komen. En dames en heren, meisjes, jongens, vindt u het mooi tot nu toe? Dat is heel goed om te horen. U heeft nu een aantal acrobatische disciplines gezien. En we gaan nu kijken naar een heel andere circuskunst. Namelijk een Diabolo-act. Maar niet zomaar een Diabolo-act. Een wetenschappelijk onderbouwde Diabolo-act. A-kwadraat of B-kwadraat. Hopelijk blijven de Diabolo's op de draad. Voorouders waren krijgers die schoten met pijl en boog. Maar niet met hun handen, zij schoten met hun voeten. Zij is een van de weinige artiesten die deze kunst nog beheerst. Gaat u met mij genieten van de Golden Arrow.
woensdag de Golden Arrow van Lin. Dankjewel, Lieling. Voor de jongens en meisjes die het leuk vinden, komt zometeen een van onze artiesten na afloop van de voorstelling een mini-workshop jongleren geven hier op het plein. Wij gaan helaas afscheid van u nemen, maar natuurlijk niet voordat al onze artiesten nog één keer hier op het podium zijn gekomen om u te bedanken voor uw applaus. Dankjewel. Namens de White Horse Circus Company bedanken wij u voor de komst en de applaus. En wij wensen u nog een fantastische avond hier op het Negenpleinen Festival en in de Efteling. Tot ziens, bye bye, au revoir. Heel vrouw, komen ze dadelijk uit.
snap zij. En ze lacht er ineens bij. We'll be right back.
hier is de vogelrok. En in de vogelrok zien we niks. Het is aardig donker. Je weet niet waar je bent. Je weet niet wie er naast je zit. Je weet niet waar je naartoe gaat. Wij doen hetzelfde nog een keer, maar wij gaan met z'n allen in de vogelrok. Hou nog steeds je buurman of je buurvrouw vast. Maar doe je ogen dicht. Doe je ogen dicht zodat je niet weet waar je bent. En niet weet waar je naartoe gaat. We gaan op het podium aflopen en ik zal je op tijd stoppen. Maak je geen zorgen. Doe je ogen dicht. Iedereen klaar om in de vogelrok te gaan? Ik zei, iedereen klaar om in de volgende op te gaan? Ogen dicht. 1, 2, 3, go! Stop! Het begint, het. Mooi, mooi, mooi. 1, 2, 3, go! Stop! Het begint, het begint. De laatste op. Maar eerst een fotomomentje. 1, 2, 3, kom maar, kom maar, kom maar. Stop! Het begint, het begint. De lampen zijn in zicht. We hebben de vogelrok overleefd. Applaus voor jezelf, lieve vogelrokkers. Het mooie van je ogen dicht hebben is dat je die foto die je net is liever altijd niet terug om te zien. Maar dat je ook kan reizen in je hoofd. Dat je kan reizen in je hoofd. Dat je overal naartoe kan gaan met je ogen in je jet in een luchtballon. Wij gaan met z'n allen naar Mexico. Ik ben naar Mexico gekomen. Het wordt van die dag van school. Als in de schaduw van de bomen, dat net als in kloppen, het sprookje begon. Ik was daar op een groot fiesta. Ik zag een caballero staan. We samen tot de Roomba en daar bij die Roomba is alles ontstaan. Gitaarmuziek, klonk door de Mexicaanse kant. Gitaarmuziek, heeft zich de vogels meegebracht. Goed! 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a boy. A little bit of Erica by my side, a little bit of freedom, all I need. A little bit of Venus, what I see. A little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long. Jongens, dames en heren, uw aandacht alstublieft. Gedurende hun vele reizen door de Efteling en ver naar buiten verzamelden zij de allermooiste nummers. De Efteling Stoomtreinmaatschappij presenteert met trots, speciaal voor u op het perron, eerste klasse, de dames van Zang en Geluk. Goedenavond allemaal, wat leuk dat jullie er zijn. Kom lekker dichterbij staan, dan schrikken we Ja, 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 ja
voor ons. Het is een zwaar bestaan voor ons. Nooit een grapje, steeds een lach. Nooit een kusje, steeds een trap. Het is een zwaar bestaan. Leef je zonder
En nou? Deze, ja, wat is het? Zomeravond. Ja, een goede zomeravond. Het Negenpleinenfestijn. Het Negenpleinenfestijn? Het Negenplein, het Zonnepleinenfestijn. Het Negenpleinenfestijn. En dit schijnt een van de leukste pleinen te zijn. Ja, ja. Ja, vinden jullie ook, hè? Dit is het leukste plein, hè? Ja. Oké. Okay. Het Negenpleinenfestijn niet. Yes. Dan gaan we nog niet meer horen. Wees wel allemaal hier bij het Negenpleinenfestijn. Tijd voor verwondering van groot en klein. Er hangt een
Voor jullie. En als jouw paal zijn bas gestemd heeft, kunnen we verder gaan. Ben je weer klaar? Ze heeft een liedje van de Stray Cats. Ja, Larina. Ja. De Stray Cats. De zwerfkatten. Yes. De Stray Cats struts spelen voor jullie. Lady can cry.
Oh,
beetje Spaans moet zijn. Dan is die weg van zonneschijn. Zo goed wie die ons heute versteht. Zo soll es weiter gehen. Dan is die Spaans moet zijn. Es gibt uns Glück von ganz allein. Wir singen hier zum Aus und zum Ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Da sehe ich, guck dir einfach mal hin. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt von Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen. So soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein. Bitte hör, dann kommt das Glück von ganz allein. Om op deze kant ook kijken eens op jouw scheen. Oh, 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 Polonaise, Ingrid, kom eens hier staan, hier zo. En dan moet je net als denken, ik ben Jan Schmidt en die er in de armen zitten zo. Nee, wat? Ja, met je handjes zo. En het lukt voor de foto. Dan lijkt het op dat ik ganz populair ben hier. Ja. Hoe zijn die handjes? Wie is als ob ich doch nie neu geboren bin. Okay, bitte springen. Du bist der König in meinem Frühschein. Ich schenke dir heute ein Schloss, dann haben wir die Handjes. Ein Reif ist eine Brücke, die fällt ins Glück hinein. Der Schloss ist nicht so groß, Symbol ist eben nur ein Eisen. Okay, du musst aber eine Fotografie für den Moment. Oh, der Handje. Okay, met je handjes. Voor deze verse hier. Oké, samen zingen we. Hier. Schenk dir de ganze Herz und zeige dir. Onze fotograaf hier, vertel, 5 euro. Ein Stern, wir sind in der Antrieb. Und die Zeit in ihm lebt. Und die Wahrheit in ihm lebt. Okay, laatste Lied is heel makkelijk. Jullie zingen la 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 la. Hey, Rosi, Rosi, ja! La 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 la. Lacht er een beetje dik bovenop dat ik een foto leuk vond, hè, om ervoor te gaan. Was het goed, meneer de fotograaf? Anders doen we het gewoon nog een keer, jongens. Ook maar weer. Nee, dames en heren, eerst dan weer even Aquanura. Ja, wat wil je graag? Wat wil je graag? Dat is, eerst, we gaan eerst naar Aquanura met z'n allen. Kom ik straks nog 2 keer terug, maar dan dames en heren. Tjus! Ah,
schlagen, das war's. Das war ein Jürgen Freilich Schlagerkonzert. Tschüss, doch die Morgen her. Het is heel bijzonder, deze is namelijk door vrouwenhanden gestikt. Heel dun en fijn geweven. Is één nadeel, deze vliegentapijt heeft last van opvliegen. Maar, het is aan de andere kamelen. Het is van de fijnste kamelen. Ruikt je de kamel? Het is van de kamel. Strasjit, ik zal niet zeggen, het is van kamel. Maar we hebben nog meer in de aanbieding. We hebben ook nog het allerbeste tapijtje wat u ooit heeft gezien, dames en heren. Het is nog nooit eerder gelukt. Twee paarden inderdaad. Ik hou me even een optie om het tapijtje geel te verven. Dit tapijtje is namelijk zo fijn geweven. Dit tapijtje slijt niet, dames en heren. Nooit! Hij is zacht. Hij is super, hij is stabiel en compleet slijpzinnig. Laat maar even zien, Rashid. Beste dit kwaliteit in de wereld. Hij heeft een hele reis mee afgelegd, dames en heren. En deze tapijtje heeft van alles overleefd. Lange... Er zit een lange hart in. Wat doet deze tapijtje? Deze slijtage niet gevoelen. Die zijn nog gehad. Deze verkleurt ook niet in de was. Hij is al verkleurd. Precies. Ja. Deze is van ezelsvachtje gemaakt. Lekker zacht. Je herkent het aan de ezelsoren. Mag vliegen. Wat vliegen? Maar dan zou ik alles tapijtje nemen. Ja, we maken even vliegen. Ja, ik ook. Assalamu alaikum. U loopt door onze winkel heen, meneer. U loopt gewoon door onze marchandise. Ik wil in blijven slaan. Jullie willen vliegen op tapijtje? Ja! Dit is ons mooiste vliegende tapijtje in de aanbieding. Dit is de eerste keer op een vliegende tapijtje. Ja. Ik zie het. Nee, deze kant. Daar is de voorkant. Je ziet verkeerd om. Max, je ziet verkeerd om. We moeten wel even keuze maken welke kant je op wil. Goed zo, ik wil maken zit. Goed zo. Heel belangrijk op de vliegende tapijtje, je hebt je voet vasthouden. Goed zo, meisje voor mag de punten vastpakken. Wacht, ik zeg niet. Kom op, ja, die moet je gewoon goed vasthouden aan de rand. Oké, luister goed. De nooduitgangen bevinden zich daar, daar en daar. Trappen. Nee. Als de luchtdruk wegvalt. Het is bloed, serieus. Nee. Als de druk van de tapijt wegvalt, moet je heel diep inademen. Oh. Ook heel belangrijk als je gaat zitten, dat je houdt je ogen dicht. Anders krijg je vliegjes in je ogen. Hebben jullie de ogen dicht? Jij nog niet? We wachten even op jou. Zeer belangrijk dat je je ogen dicht houdt tijdens de vlucht. Kan van alles misgaan. Ogen dicht. Goed zo. Als wij tot drie hebben geteld, gaan deze twee lieftallige assistenten een vlucht maken. Waar willen vliegen jullie naartoe? Amerika! Zij vliegen naar Amerika, hoor ik net. Is wel over de zee, hè? Ja, maar het is niet goed. Ogen dicht. Daar gaan wij. Ik tel tot drie en zo stijg op. Dames en heren, let op tijd bukken. Oké? 1, 2, 3. Oh, en daar gaan ze. Ze zijn opgestegen, dames en heren. En ze vliegen hoger en hoger. Ze vliegen om de toren van de Vader Morgana heen. En ze vliegen over de zee. En er is een woeste storm op zee. Er zijn hoge golven. Zij horen zelfs de donder en de bliksem. Zij voelen zelfs de spetters van de golven. En zo vliegen ze verder. En ze vliegen over Amerika. En ze komen daar nog een Amerikaanse vogel tegen. En die vogel zegt... Krok! Is een krokodillenvogel. En ze maken een grote bochtje om Amerika. Ze zwaaien nog even naar alle Amerikanen die nu net weglopen. Zwaai maar. Oh, dat is ouwe! Want het waait hard. En ze maken met een grote bocht, vliegen zij in één grote zucht terug naar de Eftelingen. Ze maken een noodlanding op de Fata Morgana plein en daar zijn zij weer. Oh, vlak! Mooie vlucht op het vliegtapijtje. Hoe was jullie vluchtje? Lekker zacht, ze boelde bijna niet, want... Mag ik iets zeggen? Beste
zo schijn niet weg zijn geweest. Kom maar weer even aan de kant. Handen. Goed. We hebben nog meer voor u in de aanbieding, dames en heren. Oh, is een mooi tapijtje. Mustafa, vertel eens even. Deze tapijtje. Er zit heel mooie voorgeschiedenis aan dit tapijtje. Ja, is waar. Dit tapijtje is ooit gemaakt voor de helft door Fatima. Is ooit begonnen gemaakt door Fatima. Maar Fatima had geen zin meer, dus toen heeft Sultan Ibrahim hoogst persoonlijk dit tapijtje afgemaakt. Echt waar? Echt waar. Oh ja, ja! Heeft Sultan Ibrahim zelf afgemaakt? Zeker. Dit tapijtje is wel 100 kamelen waard, maar jullie krijgen voor helft van de prijs 50 kamelen. Is toch mooi, het deal? Is een goede deal, is bijna voor niks. En je ruikt Sultan Ibrahim nog steeds. Hij heeft zelfs opgezeten. Slapen op ons tapijtje. Maar dit is vliegen tapijtje, dit is niet slapen. Dit is niet slapen tapijtje. Ja, is prima. Ja, ja, is heel goed. Ah, meisjes, jullie komen ook nog voor vliegen tapijtje. Kom maar. Hebben ze kamelen mee? Wat zeg je? Hebben ze kamelen mee? Oh, dat is altijd belangrijk. Misschien zijn ze zitten in de tas. Allemaal kijken, ja, kijken, misschien, ja. Heeft iemand kamelen meegenomen? Ja, meisje, kom eens even naar ik waar, niet. Waar zijn jouw kamelen? Hij is toch geen kamel? Hey, jij hebt er wel een bol op. Kom maar naar voren. Ja, maar dat is niet zo sterk als kamer. Let nee. op, dames en heren, we hebben hier een assistent en deze assistent heet... Laris. 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 Applaus voor Laris. Laris, ben je al lang in de Efteling? Ja. Blijf jij nog lang in de Efteling? Ja. Blijf jij nog tot vanavond in de Efteling, Laris? Ja. En vind je het al een beetje koud worden, Laris? Ja, een beetje. Ja, het wordt koud, hè? Ja, ja, het is heel koud. Ja, ja, ja. Oh, je ziet er zelfs bibberen. Heel goed, Laris. Maar, daar hebben wij iets op gevonden, dames en heren. Geen paniek. Wij hebben namelijk een tapijtje meegenomen. En dit tapijtje is prima voor de avond om de schouders af te dekken. Lekker warm. Ja, ja. Ja, precies. Maar je kan maar, natuurlijk niet zonder sjaal, of met sjaal en dan zonder iets voor op de hoofd natuurlijk. Precies, als je vanavond naar Aquanura gaat kijken en het gaat spetteren, moet je bescherming natuurlijk... hebben. Ja, ja. Zoveel beter, Laris. Ja. Vindt u ook niet? Ja. Stik beter. Oh, stik beter. Precies. Is ook meteen goed afgelegd voor als hij ooit naar de moskee wil. Zit lekker, Laris. Ja, ja. Heel goed. Oké, stop je armen maar uit, Laris. De stapelweken vandaag, je krijgt ook mee. Je krijgt natuurlijk bij ons speciale aanbiedingen en alles is hier zo goed van kwaliteit. En je steelt het bijna van ons, deze krijg je er gratis bij. Was heel mooi qua kleurtje, mengelt heel mooi met elkaar, is de laatste nieuwe mode in de Sahara. Heel mooi. Maar, Laris, alsof dat nog niet alles was. Ja, ik heb nu een tapijtje meegenomen, Laris. Want als jij natuurlijk zo gaat lopen, jij loopt natuurlijk ook wel een beetje met die nette spijkerbroek. Maar als meisje wil je natuurlijk ook een mooie indruk maken op de meneertjes. Ja, en je hebt een mooie rokje daar nog bij. Laat maar eens even zien dat je ook nog kan bikedansen met deze tapijtje. Oh, ah, kijk, heel mooi. Hoe bevallen de tapijtjes, Laris? Oh, wat doe je? De sjaal wel. Nu, al deze tapijtjes samen is maar 35 kamelen. 55. Aanbieding. Normaal gesproken is 1 kameel per stuk. Ah, 35 kamelen per stuk. Dat is wel een stukje beter. Is prijs in alle. Iemand? Laris, wil jij? Nee, dank je. Hoezo niet? Heb jij kamelen meegenomen? Nee. Je hebt het al warm. Ja. Is omdat je bent bij Fatima Morgana. Ja. Is oosterse warm. Oosterse warm. Je neemt niet mee deze? Heb jij kamelen? Waar staan ze? In de stal. Maar ze moeten niet bij stal zijn, ze moeten hier zijn. Ze is gelijk oversteken hier. Je hebt geen zin om staan. Rashid, ik denk dat deze deal ook weer niet doorgaat. Dus allemaal kijken, kijken, niet kopen. Zeg. Mag ik toch nog even een applaus voor mijn model? Ja. Laris, super goed gedaan. Laris, fijn dat je er was. Ja, dankjewel. Jammer dat je geen kamelen hebt meegenomen. Nee, sorry. Normaal gesproken, de volgende keer. Vliegen de tent uit. Jij komt volgende keer met kamelen. Ja. Deze tapijtjes komen. Ja. 35 kamelen voor ja. stuk. Ja. Okay, zie je dat, Mustafa? Zie je dat? Ik doe dat er ook nog even uit. Precies. Wij leggen ze achter voor jou. Dames en heren, het zal toch niet waar zijn dat ik nu voor het eerst in bijna 10 jaar eindelijk iets ga verkopen. Zij heeft namelijk een echte kameel in haar rugzak zitten. Laat het zien aan de mensen.
is wel heel mooi. Eerlijk is eerlijk. Beetje tussen de liftdeur gezeten waarschijnlijk. Is een beetje plat, maar is mooi. Heb je die zelf gemaakt? Niet te geloven, echt waar? Speciaal voor mij? Applaus voor de mooie meisje. Wow. Heel goed, ga ik deze even hier zo zetten. Deze weg. Jij snapt natuurlijk wel voor deze mooie kameel. Het is geen grote kameel die ik eigenlijk zoek. Maar je mag er wel iets heel moois voor krijgen. Je hebt al een tulpje gekregen. Maar ik heb ook nog iets anders moois. In deze doosje heb ik zelf geleend uit de schatkamer van Fata Morgana. Echte parels. Je mag er 3 uitzoeken. Is een mooie kwaliteit, vergelijkbaar met Xenos of Action of zo. Mooie spullen. Heel goed zeg. Alsjeblieft. En je krijgt nog 1 keer een prachtige mooie applaus voor de mooie kameel. Hartstikke bedankt. En een fijne avond. Voorzichtig van de koning af. En dames en heren. Over mooie dingen gesproken. Mooie kameel. Maar ook mooie meisje. Jullie hebben natuurlijk al lang gezien dat achter mij een van de mooiste buikdanseressen van de sultan is. Fatima, dames en heren, staat op het podium en dat betekent dat zij speciaal voor jullie mooie dansje gaat maken. Normaal gesproken, Fatima danst alleen voor de sultan. Maar vanavond op het 9 Pleinenverstein zal Fatima speciaal voor jullie, en ondertussen maak ik mijn winkeltje dicht, want ik heb het idee, ik ga niks meer verkopen aan jullie. Ze gaat ze speciaal voor jullie de mooiste dans zien die jullie ooit gezien hebben. Ik ga jullie vragen om even de rand van het podium vrij te maken. Die navel gaat alle kanten op. Ik doe even de kleedje oprollen, zo. En dan vraag ik voor jullie een hele grote applausje. Voor de mooiste meisje, de danseres die normaal gesproken voor de sultandans. Maar nu voor jullie. Hier is, dames en heren, op het Fata Morgana plein. De enige echte, Fatima. Wat zeg jij? Ik heb dat zeg. Galf. Galf, maar. Dus ik doe snel even zo. Is goed. Ja? It was an L, so what you spoke is reject and make it for self. La 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 la, the spooky stones. La 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 la, the spooky stones. La 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 la, the spooky stones. The spooky stones. La 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 la. Op ons pyjamafeestje zijn. Als ze poester, vaakje zouden jullie nog wat langer willen blijven. Ja. Oh, en Roodkapje en de grootmoeder. Ja, mooi kind. Voor deze keer. Ja, ook. Ja, leuk. Oma, mama. Omdat het feest is. Zullen we dan dit liedje draaien? Het 9 Pleinenfestijn lied, ja, die moeten we zeker doen. Deze is leuk. Dit vind ik zo'n leuk liedje. Weet je, ik weet dat Zotte dit liedje altijd heel goed meezingt. Zullen we vragen of hij dat nu ook doet? Ja! Zotte? Ja? Zou jij dit liedje mee willen zingen? Want dat kan jij zo goed. Zingen! 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 Ja, kom maar aan! 3, 2, 1! Kijk, maar dan heb ik hier een microfoon. Nee, dan geef ik hem aan jou en dan ga je zingen. Ja, kom maar. Wees welkom allemaal, hier bij het Pleinenfestijn. Tijd voor verwondering van groot en klein. Feest wat ik ooit heb gehad. Oh, ik zou wel willen dat we elke avond met jullie zo'n feestje konden houden. Dat zou leuk zijn, maar dat gaat helaas niet. Nee, maar want als jullie slapen, dan zijn wij in de duinen bezig met zand zoeken en het zand verplaatsen naar het zandkasteel. Ja, dat doen wij in een hele lange rij van zandkabouters. Brengen wij het zand van de duinen in zand
In zandzakken. In zandzakken. Helemaal naar het zandkasteel. Ja. En dan zingen wij altijd het zandlied. Kennen jullie dat ook? Zandzakken van de deur. Oh, dat zou leuk zijn om dat ook te doen. Ja. Ik heb hem al gevonden. Oh, wat leuk. Nou, dan ga ik de zandzak hier geven. En dan mogen jullie die helemaal doorgeven. Totdat hij bij Zotte aankomt. Ja, en als je geen zandzak in je handen hebt, dan moet je even alvast in je handen wrijven zo. Even in je handen vast wrijven. En dan vast. Zand. 1, 2, 3 en... Oh, heel goed. Al lijkt het nog zo veel, langs alle zandkabouters in een hele lange rij. Van hand tot hand tot hand tot hand, zo naar het zandkasteel. Ja, met iedere kabouter, yes, dat weet ik erbij. In de nacht, als ik ieder wil te slapen, gebeurt er nu al wat ze jaren in ons van weet. In de nacht, ligt een ieder in zijn bed. Lieve dauwdruppeltjes, het wordt tijd om zo straks naar huis te gaan. Ja, wel, en lekker te gaan slapen. Ja. En ja, maar jullie gaan nu toch nog niet naar bed? Nee, zo meteen, Klaasvak. Maar het is al wel donker, kijk maar. Het is helemaal donker. Het is helemaal donker. En we zien wel overal hele mooie lampjes. Ja, overal in de Efteling. Ja, ik hoop dat ze voorzichtig zijn met mijn grammofoon. Hey! Dag, Zotte. We zijn zand aan het verzamelen. Ja, iedereen ook bijna. Ja, we lagen echt al bijna in bed, toch? Ja, die gaat al. Ja, dat klopt. Ja. Lieve dauwdruppeltjes, ik denk dat het bijna zover is dat we gaan slapen. Ja. Ik denk dat we eventjes, even allemaal even rekken. Papa's en mama's dus mee. En dan nemen wij afscheid met een heel mooi lied. Zullen we samen zingen? Ja, zullen we een mooi slaapliedje doen? Heel slaapverwekkend zingen. Ja. Zullen we dat doen? Nou, we hebben een heel mooi liedje. In de nacht, dan vlieg ik over de wereld. Dan ga ik met Oehoe op bezoek bij iedereen. In de nacht, in het licht van maan en sterren, blaas ik al mijn slaapzand over alle kindjes heen. Mijn taak is pas volbracht, als iemand slaapt en lacht.
dan fluister ik slaap zacht in de nacht. Slaap zacht. Slaap zacht? Goeienacht. Welterusten. Dag allemaal. Welterusten. Slaap lekker. Wel tijd voor je dag. Oh, even oehoe halen. Ja. Ah, goed willen. Dank je wel. Thank you.
can one do? Don't go robbing younger hearts. And my mama always told me, you can one do. Never one do. You can one do. My lover, Hey!
het Spaans. Ja, ik ga nog 2,5 uur naar huis rijden. Oh, echt waar? Ja. Voel jij nog? Ja, nog. Waar woon je dan? In België. Oh, in België, ja. Goeie reis en niet in slaap van onderweg. Nee, dat mag niet, hè. Nee, het is wel zo, Klaas Vaak, u bent sneller in België op uw uil dan hij in zijn auto. Ja, maar dan kan ik beter even wachten tot hij thuis is. Ja, dat kun je beter doen. Ja. Maak er even een ommetje. Wel te rusten. Ja. Klaasdag. Dank u wel. Jullie ook. Goeiedag. Ja. Hallo, kijkers thuis. Hebben jullie genoten? Ja. Wel hoor. Doei. Slaap lekker. Ja, u ook hoor. Slaap lekker. Dag, pak hier. Slaap lekker. Volgende week bij jullie? Zeg maar, we gaan verhuizen. Ah, zie, maar ik kom helpen. Ja. No probleem. No probleem, ik kom helpen. Ik ben heel sterk, ik ben Italiaan. Ik ben een sterke man altijd. So, lekker slapen. Ciao. Ciao, ciao. Alles goed? Hallo. Dit was Dagje Efteling voor vandaag. 9 kleine visstijn. Leuk dat jullie gekeken hebben naar deze video. Vergeet jullie zeker niet te abonneren op het YouTube kanaal. En ons te volgen op social media waar ik actief op ben. Tot de volgende keer. Dag!